Frank, goedenavond. Voordat we naar zondag gaan, even een terugblik op afgelopen dinsdag. De oefenwedstrijd tegen Kolmsgaten, 2-0 winst. Wat kun je erover zeggen? Nou, ik was niet helemaal tevreden over de wedstrijd, moet ik zeggen. We hadden voor de tijd ons wat doelstellingen gesteld. Ik moet zeggen dat die wel aardig naar voren kwamen. Het probleem laatste week was met name dat we weinig creëerden. Nou, daar zijn we mee bezig geweest. We hadden iets meer beweging voorin. Iets meer diepgang van de middenvelders, waardoor er ook ruimtes ontstaan om gevaarlijk te worden, kansen te creëren. Nou, dat ging aardig goed. Het benutten van de kansen was erg matig. Het was 2-0, maar ik denk zeker dat wij 4-5 keer moeten scoren. Aan de andere kant is het ook zo dat het uiteindelijk werd 2-0. Maar zij hadden ook zeker 2-3 goals kunnen maken. Ja, dat is natuurlijk ook niet goed. Maar goed, dat kwam met name uit individuele fouten. Het kwam niet uit dat het tactisch niet goed stond. Dat is niet goed. Maar goed, over het algemeen, nogmaals, waar we mee bezig zijn geweest, dat kwam er wel aardig goed uit. Oké. We spraken elkaar een aantal weken geleden. En toen had je het over dat we eigenlijk geen kansen weg willen gaan geven. Hoe kan het dan toch dat die individuele fouten ontstaan? Ja, god, individuele fouten is altijd lastig om te zeggen. Hè. Dat is dat kan een stukje concentratie zijn. Kan iemand die wat minder in de wedstrijd zit. Kijk, wat ik toen aan heb gegeven is dat wij met name ervoor moeten zorgen dat als wij de bal verliezen, dat het niet zo is dat tegenstander zo door kan steken en bij onze goal komt. Ja, individuele fouten heb je altijd mee te maken. En natuurlijk is het, moeten we met elkaar zorgen dat het niet gebeurt. Aan de andere kant is, zeker in dat soort oefenwedstrijden, zo door de week op de avond, dan is het wel eens met de concentratie wat minder. Mag natuurlijk niet, maar goed, zo werkt het vaak. Ja, zo is het inderdaad. Zondag Big Week, 1887. Thuiswedstrijd 1-5 hier. Hoe goed ken je die ploeg? Nou, ik heb een hele uitgebreide analyse gehad van de trainer van Quick 20, van René Nijhuis. Die ken ik heel goed. En wij praten veel over clubs waar zij tegen spelen, waar wij tegen spelen. Zij hebben er natuurlijk ook heel veel belang bij dat wij het goed doen. Dus we hebben bij elkaar gezeten. Ik heb een hele uitgebreide analyse. Daar kunnen we wat dingen uithalen. Kijk, de andere kant is, we moeten het natuurlijk zelf doen. En we bedenken een strijdplan. En dat is ook met name gebaseerd op wat wij goed kunnen. Ja goed, en daarmee gaan we ze tegemoet treden. Is het dan ook de bedoeling, omdat je zegt wat wij goed kunnen, is het dan ook de bedoeling dat jullie gewoon een eigen spel gaan spelen? Of ga je ingraven en hopen dat het goed gaat, zeg maar? Nou, we gaan ons niet ingraven, omdat ik denk dat we daar juist niet zo goed in zijn. Kijk, wij moeten wel aan het voetballen komen. Kijk, wat je doet met de informatie is, als jij weet dat een bepaalde speler wat minder is in de opbouw, zorgen dat je die vrijlaat, dat je daar druk op zet. Kijk, en dat is altijd anders. En soms is dat op het centrum, soms op de backs, soms op middenvelden die je laat inspelen. Ja goed, en dat zijn van die kleine aanpassingen die je daar meeneemt en waarmee je hoopt je voordeel te doen. Oké. En qua personele bezetting begreep dat Maurice Stepperik en Jordi Blo afgelopen dinsdag weer met de tweede meegetraind hebben. Dus dat zal de goede kant op gaan, lijkt mij. Ja, Jordi die traint al wat langer mee. Die heeft ook al bij het eerste getraind. Maar goed, voor beide jongens geldt natuurlijk dat ze er heel lang uit zijn geweest. Als dat zo is, dan is de periode dat je weer aansluit tot de periode dat je wedstrijd fit bent, dat duurt gewoon een aantal weken. Daar moeten we ook niet forceren. Hè. We moeten niet hebben dat de jongens weer geblesseerd raken. Maar goed, dat ze alweer meetrainen, dat is een mooie opsteker. En zeker als we over een tijd daar gebruik van kunnen maken, dan maken we natuurlijk weer een stap verder. En nu is ook bekend geworden dat Orfeo weer aansluit bij de selectie van Roda Raalte. Wat vind je van hem? Ja, Orfeo is een speler die we eigenlijk niet hebben. Het is een speler die diepte heeft in zijn spel, die snelheid heeft, daar ook gebruik van maakt. Is ook een speler die vanuit de actie iets kan creëren. Kijk, je kunt het uit elkaar spelen door combinatiespel, maar ja, soms lukt dat niet. En dan heb je wel behoefte aan spelers die met de actie wat kunnen forceren, wat open kunnen breken. Nou, zo'n type speler is hij en hij had een aantal keren met ons meegetraind. En toen heb ik aangegeven dat ik hem wel heel graag bij zou willen. Ja, omdat hij echt een aanvulling is op wat we hebben. Echt een technische voetballer natuurlijk, die op die positie nu met Jeffrey ook wat minder bezet is. Want die speelde afgelopen dinsdag niet, zag ik. Nee, Jeffrey was ziek dinsdag, dus daarom speelde hij niet. Nee. Ziek, de
dat is nog even afwachten, dat bekijken we. En, maar goed, dat zou goed kunnen. Ik wens jullie heel veel succes zondag. Eerste lange reis er naartoe natuurlijk. En dan hopen we op 3 punten. Ja, dankjewel.